Hallo allemaal, het is tijd voor een unboxing, want vandaag ga ik met jullie de Jutibox openmaken. Jutibox is een abonnement. Dan krijg je dus voor een bepaald bedrag elke maand een box thuisgestuurd met 5 of meerdere producten. Het is te zien, soms is het ook eentje minder, maar als ze full size zijn, dus minder. En als het kleinere producten zijn, dan is het meestal iets meer of een keer een extraatje erbij. En het is altijd een verrassing wat er in je doos gaat zitten. Duty staat voor Discover Beauty. Dus het is echt om nieuwe merken te ontdekken. En ja, ik ben er altijd heel blij mee als ik hem krijg. En Duty werkt dus vanuit België. Ik weet niet of ze naar het buitenland sturen. Maar ja, dit is dus de box van september. Oké, we gaan hem openmaken. Het is altijd heel leuk verpakt. Dus met een lintje. Die er komt tussenuit. En langs de binnenkant van de tekstel staat ook altijd een spreuk of een foto. En deze keer staat er: A thing of beauty is a joy forever. Dat is een mooie uitspraak. Ik heb er hier ook eentje aan mijn bureau hangen. Come fly with me, let's fly away down to Duty Bay. Echt super schattig. Maar ja, het gaat om deze box nu. De Duty Box van september. Oké, ik lees even voor. Een nieuw seizoen betekent nieuwe beautyproducten. Bij deze stellen we je graag enkele van onze nieuwe favorieten voor, die altijd van pas komen in je handtas. Daarbij kunnen we met trots zeggen dat er maar liefst 4 nieuwe partners in deze box zitten. Benieuwd? Ontdek snel hierin. Voilà. En dan heb je een lijstje met alle producten die erin zitten. Dus we gaan openbreken. Ik heb al een keer gespeakt, dus ik weet al een beetje wat erin zit. Voilà. Dit is wat je ziet als je de box opendoet. Allereerst zit er een bon in. Van Skinny Hands. Een 20% bon voor als je een aankoop wil doen. En dan zie ik 1, 2, 3, 4, 5 producten zitten. Oeh, spannend. Oké, ik ga het in de volgorde doen van op het briefje. Skinny Hands Total Volume Hair. Het is een full size. Deze kost normaal 25 euro. Dus, dit product. Dit poeder geeft je kapsel dubbel zoveel volume als je haar plat, dun of moeilijk te stijlen is. Breng het poeder aan op je haar. Masseer goed in zodat het product gelijk verdeeld wordt en geniet vervolgens van je nieuwe look. Dit product is makkelijk mee te nemen zodat je elk moment en overal een prachtig kapsel kan creëren. Bij Duty zijn we alvast fan. Nou, ik ben benieuwd. Een volumepoeder. Dat is altijd leuk. Want zeker, mijn haar is nu een beetje vetter en dan valt het gewoon plat op mijn hoofd. En vind ik zelf niet zo leuk. Maar ik ben benieuwd. Ik ga hem zeker testen. Als je van een bepaald product een review wil zien, laat vooral weten. Dan, Ciate Nagellak in Boudoir. Het is een mini. Deze rode kleur. Ik heb al een lakje van Ciate en die zijn ontzettend fijn. Dit pittig rood is de must-have voor al je komende events en de perfecte afwerking voor al je outfits. Onze nieuwe partner, Ciate, staat voor Color, Innovation, Aspiration, Trend en Extraordinary. Een ware ontdekking als je het ons vraagt en de ideale kleur die perfect aansluit bij de herfstkleuren. Deze mini wordt normaal verkocht aan 6 euro. Sowieso heb je altijd eigenlijk bij Duty meer waarde qua inhoud dan wat je eigenlijk aan je box betaalt. Want je betaalt, ik denk dat het 15 euro is, het kan ondertussen iets meer zijn. Maar daar zitten verzendingskosten bij je abonnement. En je hebt al die producten daarvoor. En als je ze apart zou gaan kopen, zou je veel meer geld kwijt zijn. Dus daarom, I love Duty. dan, Shiseido. Ibuki Refining Moisturizer. Dit is een 15 ml versie. De full size is 75 ml en kost 52 euro. Dus moet je even uitrekenen hoeveel dit kost. En ik zal ook even lezen wat het doet. Met de herfst in het land komt deze multifunctionele emulsie zeker van pas. Hij corrigeert intensief de tekenen van oneffenheden, zoals zichtbare poriën, puistjes en vlekken. Door het exact van Lempuyang. Zoiets. Vermindert deze emulsie ook een vale tijd. Elke ochtend en avond aanbrengen op een gereinigd gelaat om de zachtheid en hydratatie van de huid te optimaliseren. Ben benieuwd. Dus ik zal even openmaken.
Dat is een serum dus. Nou, je ziet er niet zoveel aan. Een moisturizer. Ben benieuwd. Het doosje ik altijd meteen weg. Dan. 417 Soft Fresh Shower Gel. Dit is een 40 ml travel size. En die kost $4,20. Dus het is een Amerikaans merk, denk ik dan. Een shower gel. Ja, even lezen. Deze zachte douchegel heeft een rijke textuur en hydrateert de huid, zodat deze fris en zacht en aangenaam aanvoelt. Het merk gebruikt in zijn producten mineralen en antioxidanten uit de Dode Zee, die op min 417 meter onder de zeespiegel ligt. Dat verklaart dus de naam, minus 417. We raden aan dit product te gebruiken na een scrub, zodat je huid nog zachter aanvoelt. Even ruiken. Ah, hij zit verzegeld. Ja, even openmaken toch? Nee. Ja, ruikt best lekker. Ik ben heel slecht in het omschrijven van noten, dus ja. En dan gaan we snel over naar het laatste product. En dat is de Hansaplast Anti-Blaar Gel. Deze kost €5,09. Ook een full size. Deze anti-blaar gel van Hansaplast komt van pas in elke handtas. Deze onzichtbare gel maakt de huid glad, vermindert wrijving en voorkomt doeltreffende wijze de vorming van blaren. Breng de gel preventief aan op de plaatsen die gevoelig zijn voor blaren. Tijd om je nieuwste paar schoenen voor de herfst boven te halen. Ik heb dat al een keer gehad, denk ik ooit. Ja. En dat was het laatste product van in de Duty Box van september. Algemene indruk. Ik ben vooral heel blij met de nagellak. In de make-up stash kun je al zien dat ik heel veel nagellak heb. Maar eigenlijk vind ik alle producten wel weer leuk. Duty.be is de website waar je alle informatie over deze box kan vinden. Wil je een product dus in review zien? Laat even weten. En verder zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.